Berm- en grasbranden langs openbare wegen tijdens droge periodes vormen een risico voor de elektriciteitsvoorziening. Een recente bermbrand langs de Kennedyweg veroorzaakte de omval van een 33 kV-mast, waardoor grote delen van Para, zoals Onverwacht en Republiek, 8 uur zonder stroom zaten. Houten elektriciteitspalen zijn brandgevoelig, vooral bij droog gras en harde wind, wat de verspreiding van vuur vergemakkelijkt. De EBS roept de samenleving op om geen berm- en grasbranden te stichten. Het Green Heritage Fund Suriname, GHFS, heeft gisteren haar 19-jarig bestaan herdacht. Opgericht in 2005 door Monique Pool en vrienden zet de organisatie zich in voor het behoud van Surinames biodiversiteit met de focus op kust- en marine ecosystemen. Met programma's zoals het Sinatra Rescue and Rehabilitation Center voor luiaards en duurzaam dolfijnentoerisme streeft GHFS naar natuurbehoud en bewustwording. Dankzij toegewijde medewerkers, vrijwilligers en internationale samenwerkingen maakt GHFS lokaal en internationaal impact. Monique benadrukt dat het van belang is de samenwerking om deze missie voort te zetten voor een duurzame toekomst. Zuid-Korea heeft Suriname in augustus 2023 een fonds van bijkans $187.000 toegekend voor verbetering van praktijklokalen op het EFS College COFAP. Hiermee heeft COFAP recent een nieuwe apparatuur kunnen kopen. Met de nieuwe medische apparatuur kunnen studenten inmiddels in een veilige omgeving essentiële zorgvaardigheden oefenen, wat de kwaliteit van verpleegkundig onderwijs versterkt. Deze upgrade bereidt studenten beter voor om professionele zorg te bieden in Surinaamse zorginstellingen.